Een hart, verliefdheid en liefde horen bij elkaar. We sturen elkaar kaarten met een groot hart erop. We geven cadeautjes in de vorm van een hart. Maar ziet het hart er echt zo uit? Nou, dan voel ik altijd eerst eventjes hoor. Goed kijken. Hier binnen in de borstkas klopt je hart. Aan de buitenkant kun je dat voelen. Het hart is van levensbelang. Het is daarom prettig dat het borstbeen en de ribben een stevige omheining vormen die het hart beschermt. Het hart ligt bijna in het midden, tussen de longen. Als je in de borstkas kijkt, zie je het hart niet zomaar. Rondom het hart zit nog het hartzakje. Tussen het hart en het hartzakje zit vocht. Dat zorgt ervoor dat het hart gemakkelijk in het hartzakje kan kloppen. Van buiten lijkt het hart één geheel. Maar binnen zie je twee aparte harthelften. Een rechterhelft en een linkerhelft. Elke helft heeft een zogenaamde boezem. Bovenaan zit hier de rechter en hier de linkerboezem. En dit is de rechterkamer en dit is de linkerkamer. In beide boezems monden grote aders uit die bloed aanvoeren. Bloed wordt uit de kamers weggevoerd door grote slagaders. Uit de rechterkamer komt de longslagader. Deze vertakt zich om zo bloed naar beide longen te kunnen brengen. Uit de linkerkamer komt de lichaamslagader. De lichaamslagader brengt bloed naar vrijwel alle delen van het lichaam. Tussen een kamer en een boezem zit een hartklep. Bloed uit de aders vult eerst de boezem. Als die vol is, perst ze het bloed door naar de kamer. De hartklep gaat daarbij open. Vervolgens perst de kamer het bloed in een slagader. Daarin zitten ook kleppen die opengaan om het bloed door te laten. Met elke hartslag herhaalt zich dit. Beide harthelften werken precies gelijktijdig. Daarnet zag je de rechterhelft. In de linkerhelft gaat alles net zo. De boezem krijgt bloed uit de longen door grote aders. Het bloed vult de boezem en gaat daarna de linkerkamer in. De klep gaat open. Dan trekt de kamer samen. De hartklep gaat dicht en het bloed gaat de slagaders in. De linkerkamer moet bloed door het hele lichaam persen. Daarom is de wand veel dikker en sterker dan die van de rechterkamer. Beide harthelften werken gelijktijdig. Eerst vullen beide boezems zich. Vervolgens gaat het bloed naar de kamer. De kamers persen daarna hun inhoud in de slagaders. Zolang het hart klopt, herhaalt zich dit vullen en legen van boezems en kamers. Bij elke hartslag opnieuw. In dit dierlijke hart gaat alles net zo, alleen sneller. Maar waarom werken de boezems en kamers zo goed samen? Dat samenwerken heeft alles te maken met een deel van het hart dat het tempo aangeeft. Dat deel heet de sinusknoop. De opdracht gaat naar de wanden van de boezems en kamers die zich daardoor samentrekken. Ongeveer elke seconde geeft de sinusknoop een opdracht.
Soms werkt die sinusknoop niet goed. Dan kan een ander deel van het hart de taak overnemen, zodat het hart door blijft kloppen. Maar echt goed gaat het dan niet. Het hart klopt bijvoorbeeld te langzaam. In rust geeft de sinusknoop ongeveer 1 keer per seconde een opdracht. Als het lichaam zich inspant of schrikt, gaat het tempo omhoog. Zwaar werk of sport vraagt bijvoorbeeld meer bloed in de spieren. Er is daar immers meer zuurstof nodig en er moet meer koolzuurgas worden afgevoerd. Dit is de rechterharthelft. Bloed met koolzuurgas komt hier binnen vanuit de grote aders en gaat vervolgens de longslagader in, op weg naar de longen. De longslagader splitst zich in 2 takken, voor elke long 1. In de longen gaat de longslagader over in een groot aantal heel erg nauwe buisjes. Daar wordt koolzuurgas uit het bloed gehaald en zuurstof uit de lucht in de longen opgenomen. Het zuurstofrijke bloed stroomt terug naar de longaders en komt in de linkerboezem terecht. Nu komt het bloed uit de linkerboezem in de linkerkamer. Die pompt het vervolgens weer naar de hardwerkende spieren en naar alle andere delen van het lichaam die zuurstof nodig hebben. Hier, bijvoorbeeld in een spier, komt het bloed weer in dunne buisjes waar zuurstof wordt afgegeven en koolzuurgas opgenomen. Ten slotte komt het bloed weer in de rechterharthelft en kan vandaar weer naar de longen. Het bloed heeft een volledige omloop gemaakt. Dag in, dag uit pompt het hart het bloed rond. Bij elke samentrekking pompt elke kamerhelft evenveel bloed in de slagaders. Het verschil tussen beiden zit erin dat de rechterhelft per seconde ongeveer 100 milliliter zuurstofarm bloed naar de longen stuurt. De linkerhelft pompt tegelijkertijd 100 milliliter zuurstofrijk bloed door het hele lichaam. Ontspannen en samentrekken kost ongeveer 1 seconde. In 1 minuut klopt het hart ruim 60 keer. Dat is genoeg om in die ene minuut 6 liter bloed door het hart te laten stromen. En dat is al het bloed van het lichaam. Niet altijd klopt het hart even rustig. Sport, zwaar werk of koorts doen het hart sneller kloppen. Het lichaam verbruikt dan meer zuurstof. Heel goed. Meer energie nou. Daarom klopt het hart sneller. Het maakt meer slagen per minuut. De kamers trekken zich ook sterker samen, zodat bij elke hartslag meer bloed weg wordt geperst. Zo kan het hart, zeker bij getrainde sporters, zo nodig veel meer bloed rondpompen en dus veel meer zuurstof vervoeren. Maar zelfs bij matige arbeid stijgt het bloedtransport al tot ongeveer 10 liter per minuut. En dat is veel. Als het hart 24 uur in dit tempo klopt, gaat het om maar eventjes 14.000 liter, ofwel 1400 emmers bloed.